Dit is Koninkland. Mijn naam is Thijs. En ik ben Joep. Welkom bij het programma waarin wij Bucket Boys grote malafide bedrijven een koekje van eigen deeg geven. In naam van het volk, het vaderland en onszelf natuurlijk. De vorige keer legden wij samen met Johnny Gold de seats en sofa's op de pijnbank. Graagje. Ik ga het nu weer de volgende. Ah, dat was een mooie Thijs. Maar vandaag is de keukenconcurrent aan de beurt. Want buiten dartheld Michael van Gerwen... Keukenconcurrent, trotse sponsor van Michael van Gerwen. ...zijn het niet bepaald keukenprinsesjes te noemen. De keukenconcurrent. Volgens haar eigen website krijgt de keten een 8,4 van haar klanten. Een beoordeling die de indruk wekt dat de reacties op dit bedrijf hoofdzakelijk lovend zullen zijn. Toch blijkt dat niet zo te zijn. Het internet staat namelijk bol van de klachten. Variërend van een agressieve verkoopstijl tot foutief ingemeten maatkeukens. Echter is er één type klacht die wel erg vaak de revue passeert. De 30% annuleringsregeling van de firma. Zelfs als er zo snel wordt geannuleerd dat de keuken nog niet in productie is genomen, zijn de klanten verplicht om die 30% te betalen. Een bedrag dat best fors kan zijn, gezien de prijs van de keuken. Maar we mogen niet te snel oordelen. Wellicht is deze regeling normaal in de keukenbranche. Eens even kijken hoe het gesteld is met de concurrenten van de keukenconcurrent. En inderdaad, vele andere spelers in de markt hanteren dezelfde regeling. Misschien is er dan toch een gegronde reden. Nou, die reden wordt al snel duidelijk. Winstbejag. De concurrenten van de keukenconcurrent blijken helemaal niet zo concurrerend te zijn. De keukenketens die dezelfde regeling hanteren, blijken namelijk onder hetzelfde moederbedrijf te vallen. De Mandenmakersgroep in Waalwijk. Naast de keukenconcurrent bezitten ze in Nederland onder andere de Keukenkampioen, Piet Klerks, de Tweede Kamer, Woning, Keukenmax, Brugman, Nieuwehuis, CWT, Mooiman, Edmon en de Keukenloods. Ook over deze bedrijven zijn de klachten serieus. Mensen denken voor een verlenging van de actieprijs te hebben getekend, zodat ze nog even wat bedenktijd hebben, maar blijken uiteindelijk een koopcontract getekend te hebben. Of cruciale onderdelen zoals het tafelblad kunnen opeens niet worden geleverd, waarop de klant wil afzien van de koop, maar alsnog die 30% moet betalen. Kortom, klanten voelen zich voorgelogen en belazerd. Hey Joep, dat is duidelijk één pot nat. Ze sturen je van het keukenkastje naar de muur en eigenlijk verkopen ze gewoon stront. En dat is nou precies wat wij vandaag ook gaan doen. We gaan onder de valse naam pakketbezorging De Grote Boodschap een boodschap brengen aan de heer Mandenmakers. Met daarin het verzoek of hij wil stoppen met zijn slinkse verkooptechnieken. Wat ze niet weten is dat ze eigenlijk tekenen voor een dubbele boodschap. Namelijk de morele boodschap en de grote boodschap bestaande uit 55 kubieke meter paardenmest. Tja, en natuurlijk hanteren wij, hoveniersbedrijf Simply de Mest, ook een 30% annuleringsregeling. Tijd om ze even flink te kakken te zetten. Tanja en Richard, zij zijn geïnterpreteerd door Vestibule Alpha. Oh. Deze is voor meneer Jansen uit de zon. Hij had de keuken gewonnen. Een wonder, ja. Deze mooie scherp is voor Seitje van Drimmelen. Zij is erin geluisterd in Barendrecht. Diana, deze is voor jou. De vestiging in de Roerde. Meneer Brons, deze is namens u. Dirk-Jan, deze is voor jou! Ja! Boeiakassa! Oké, de laatste schep. Die is voor Ben zelf. Je hebt vast zelf ook wel een keuken uit je eigen stal. Hey, bakje zit vol. Ja, we hebben even een klein fotootje gemaakt voor over Ben. Gaan we weer in het lijstje doen. Krijgt hij persoonlijk bij de boodschap. Dan kan hij mooi even een broodje zetten als aandenken aan ons. Ja, en dan weet hij ook gewoon wie dat dan deze mooie boodschap verzorgd heeft. Met de vlam in de pijp, naar de keukenconcurrent. Met mijn 20 tonnen stront, ver van huis. Een echte maar hij is blond. Ja. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. Hey, hey, hey. Ben. Hey. Oké, hier is het pakketje met foto voor Ben. Fotootje even netjes ingeleid. Hier is het. Mensen zijn nog aan het werk. Ze hebben nog geen vrijdagmiddagborrel. Ik ga hem voor de deur zetten, want we doen alle pakketdiensten. Goedemiddag. Ik heb hier een pakketje moeten leveren. Ja, en voor wie is het?
Ja, ik weet niet, van pakketdiensten, mandenmakers. Hier zal dat tekenen voor ontvangst. Jij hebt alleen een krabbeltje. Ja, gewoon even een krabbeltje, dat we weten dat is afgeleverd. Ja, top. Dankjewel. En een super fijn weekend, hè. Doei doei. Doei doei. Nou, doei doei. Tot zo. Dit gaat altijd zo makkelijk. Ja hoor! Ja, tuurlijk. Yes. Goedemiddag, gesprek met Charlene Brouwer van de Mannenmakersgroep. Goedemiddag, gesprek met Joep ten Hoven van Simply the Mess BV. You're simply the best. Goedemiddag meneer. Hoi. Ja, ik heb voor jullie een pakket, een grote boodschap, 55 kubieke meter paardenmest. Die kom ik bij jullie leveren. Weet u waar ik dat neer kan gooien? Ik zal even kijken hoor, met jou alstublieft. Ja, dat is goed. Bedankt voor het wachten meneer. Ja. Ik heb begrepen van mijn collega die gewoon bij de servicemagazijn kunt zijn. Het servicemagazijn, maar ik heb, dit is losse mest hè, ik heb geen pallets of zo, dus ik moet het ergens neerkiepen. Ja, mocht het zijn dat het niet daar is, ja dat durf ik niet te zeggen, dan gaan ze wel door verbinden met iemand denk ik. Kijk, ik ga nu achterna het magazijn, want blijkbaar willen ze het hebben. Maar dat denk ik niet, want ze weten volgens mij nog niet wat de bestelling is. Dus we gaan gewoon even met de magazijnmedewerker praten. Ja. En in de hoop dat hij ander leert. Als hij niet ander leert, ja, dan moet hij maar gewoon leveren. Ja. Toch? Inderdaad. Wie zijn van de mannenmakers? We hebben een bestelling doorgekregen voor 55 kub paardenmest. Ik weet niet dat ze hier paardenmest hebben. Nee? Ik heb direct al spreken door bij de kantoor iemand van onze jas. Ja. En ik neem aan, die kan meer vertellen dan wij. Oké, okay. Dag. Hoi. Ik ben John van Simply the Mess BV. Ja. We hebben een bestelling doorgekregen voor 55 kub paardenmest. Dus mijn chauffeur zit te wachten. Volgens mij maar dat ook voor de deur, denk ik. Voor de deur? Ja, dat kan je ook wel doen. Dan neem ik aan dat het toch personeel of iemand hier in het magazijn geen mest nodig heeft. Nee, dat lijkt me ook niet. Althans, verkopen ze bij de mannenmakerskastrond. In de winkel. Heel hoop. Heel hoop, ja. Wat dat betreft... Maar dat komt meestal uit de mond. Ja, uit de mond, ja, precies. Terug de dam op, ja. Dan gaat een trap, ja. Daarom wij gemelden. En dan vragen we Tobias. Maar dan komt hij dan naar buiten ofzo? Of wat, Ja, dan komt hij naar beneden. Dan komt hij even naar beneden. En vooral als je met 55 ton nest afkomt. Ja, oké, okay, is goed. Nou, dan ga ik daar even vragen. Ja? Ja, dan is daar weer een deur. Ja, top. Oké, okay, ik moet een beetje oppassen. Ik zit nu in het kantoor van Mannenmakers. Ik heb de grote baas al gezien. Ben niet, maar die zal op een eiland zitten. Maar wel de andere grote directeuren. En ze zijn nu aan het kijken wie die stront besteld heeft. Ze verdenken de tuinman. Dus ze gaat nu nog even die tuinman bellen. Als hij het niet is, dan gaan ze waarschijnlijk annuleren. En dan kunnen we knallen. Ik hoor het zo. Mag een bakje koffie pakken. Dat is wel aardig. Wij hebben een bestelling van 55 kub mest binnengekregen. De chauffeur die staat te wachten, maar we moeten, ja, ze moeten van ja of nee hebben. Of die geannuleerd moet worden of niet. Die heeft mijn baas gekregen. Ja, staat in contact staan. Ja, dus voor mannenmakers. Ik ga even naar kantoor, ik moet dat voor jou uit. Oh, kastje naar de muur gestuurd hier, hè? Olaf, wij komen 55 type mest, paardenmest brengen. Paardenmest, ja. Oh joh, hij gaat weer bellen, ja? Ja, is goed. Is er iets bekend? Iemand het zou weten, dat is deze meneer, want die regelt alles voor de mannenmakersgroep wat met tuin te maken. Met tuin te maken heeft. Maar hier verder niks besteld. Nee, ik leef de keuken wel te messen, dan weet je het. En als hij ook niks weet? Als hij het weet, dan is het schuim gegaan. Dan moet ik me annuleren gewoon. Ja. Ik weet niet of hoe dat zit met annulering. Volgens mij hebben ze wel 30% leveringsregeling, maar. Geen idee. Nee? Ik heb het niet besteld. Dat is goed. Dankjewel. Yes. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met Joep ten Hoven van Simply the Mess BV. You're simply the best! Hoi. Ik sta hier bij de mannenmakersgroep en ik heb 55 kub paardenmest die hier afgeleverd moet worden. En dat hoorde je al. Stoot er op je bol voor wie dat je hem afleverd? Ja, DMG Waalwijk. Mannenmakers. Ja, die bestellen eigenlijk niks, dat is gewoon een keukenboer. Ja, die bestelt geen 55 kub mest. Ja, ik weet het verder ook niet, ik denk voor de perkjes of iets. Dan moeten we annuleren, want dan maak ik niet alles, maar dan moeten we wat voor. We hebben alleen wel een 30% annuleringsregeling. Ja, maar goed, we hebben het niet besteld, dus daar geef ik niks aan. Yo, bedankt in ieder geval. Sorry. Annuleren we hem. Doei. Ja, we hebben hem. Weet je wat het mooie is? We hadden dit natuurlijk al een klein beetje gehoopt dat het zo zou gaan. Op de pakbon staat 55 kubieke meter paardenmest.
Wat wil het toeval nou? 30% van 55 kuub, dat is namelijk 16 kuub. En dat is precies wat er in deze jongen past. Die vraagbaar, daar hadden we wel rekening mee gehouden natuurlijk. Koek, koek. We gaan hem even lossen, denk ik. Waar gaan we? De mandenmakersgroep. De mandenmakersgroep. Hij zit op de. Sesam, ook nu! Dames en heren, getypeerde klanten van Nederland! Klasip! Goedemiddag, Paul van Dijk, DNG. Mag ik vragen waarvan deze actie? Ja, wij hebben een bestelling staan van 55 kubieke meter paardenmest. Ja? Maar die is geannuleerd. En we hebben de annuleringsregeling dat nog 30% bij ons hebben alsnog mogen leveren. Jullie misschien ook wel bekend zo'n regeling, 30%. Komen waar. Als iets geannuleerd wordt, dan je nog steeds 30% betaald. Als jij een koopovereenkomst gesloten hebt. Annuleert hem dan maar niet. Maar die worden nog alles gesloten onder druk of onder valse voorwensen? Wie uit deze actie is? Ja, er ligt, dit is de grote boodschap. De morele boodschap die ligt binnen. Het pakketje ligt als het goed is bij de receptie. Er is van een teken. Staat alles in? Okay, gaan we kijken. Ja, top. Telefoonnummers, alles staat erbij. Dank. Dan belt u maar en als u aan onze eisen tegemoet komt, dan komen we het weer opruimen. Jongens, maak een vuist voor heel Nederland. En samen kunnen we ervoor zorgen dat de mandenmakersgroep stopt met een 30% annuleringsactie. Ja, en stopt met die 30% maar daarbuiten ook stopt met mensen oplichten en met dingen verkopen waar ze helemaal niet voor tekenen. Met stront verkopen dus. Inderdaad. Dus deel deze video en zorg dat iedereen hem ziet. Hé, hey, toelidoki. Hey, alle bruine duimpjes omhoog, Joep. Vergeet niet. We waren nog maar net thuis om een koud pilsje open te trekken of de eerste foto stroomde al binnen via de app. Verschillende sites, waaronder Omroep Brabant en Poont, hadden er lucht van gekregen. Dat is ook niet gek met die stank natuurlijk. In eerste instantie verdachten ze de supporters van FC Eindhoven. Maar dankzij de vrolijke klusjesman, die naar eigen zeggen de ballen uit zijn broek lachte, wisten ze dat het ging om een tv-programma. Wie en waarom, dat was nog niet bekend. Nou jongens, bij deze, wij waren het. Heb jij nou ook vervelende ervaringen met een bedrijf en denk je, die verdient de koekje van eigen deeg? Laat het even weten in de comments. Dit was Koning Klant, tot de volgende en dan sluiten we graag af met onze passende lijfspreuk. Als je lekker zit te schijten, kom je altijd stront tekort.